Goedemorgen, welkom weer bij de livestream van over de boosters vandaag. We gaan dit keer over onze standaard eigenlijk applicaties, de boosters wel genoemd. Een veel voorkomende term in de toekomst natuurlijk, vertellen. We zijn de dag een beetje raar begonnen, want we kwamen vanmorgen hier aan en we misten de voorkant van onze caddy. Dus heb je nog iemand die een witte voorkant van een caddy vindt, dan kan die zomaar van ons zijn. Dus we zijn een beetje anders opgestart dan normaal. We gaan vandaag eigenlijk een viertal applicaties live laten zien. En één van de applicaties gaan we digitaal laten zien. En dat zijn de Robo Booster, de Pallet Booster, de Box Booster en de Desinfectie Booster. En we beginnen eigenlijk gewoon met de eerste. De Pallet Booster. De Pallet Booster is eigenlijk... dit gaan we helemaal niet doen. We gaan natuurlijk met de Robo Booster beginnen. Staat hier, voor de oplettende kijker staat het hier al op. De Robo Booster, eigenlijk onze eerste booster die wij zelf bedacht hebben. En dat is eigenlijk voor het beladen van CNC-machines, voor draaien en freeswerk. Deze Robo Booster is uitgevoerd met 4 laders. En daardoor kan die een grote buffer aan producten gebruiken om de machine te beladen. Zowel ronde als bokjes. En nu zit er een 3-vingerige grip erop, ideaal voor de ronde producten van OnRobot. Kan tot 15 kilo tillen, de grijper. En uiteraard kunnen we de vierkante producten wisselen met bijvoorbeeld een RG6. Ook een grote slag, dus daardoor goed te gebruiken voor verschillende producten. Nou, laten we eens in actie zetten. Even kijken. Zo. Zoals je ziet, de ronde producten worden opgepakt. In dit geval worden ze eigenlijk neergezet. Normaal gesproken zal die natuurlijk in een machine gaan en zal die daarin bewerkt worden. En nu zet hij hem even neer en gaat hij hem beladen. Als er tussendoor vragen zijn, stel gerust de vragen. We zijn live om mensen de vragen te kunnen stellen. En mijn collega's die zullen mij laten weten wat de vragen zijn. De Robo Booster is in dit geval uitgevoerd met een UR10. En dat is de 10 kilo versie van Universal Robots. En dat eigenlijk omdat over het algemeen wat zwaardere producten zijn die gehandeld moeten worden. Maar ook wat veel gebruikt wordt is een dubbele grijper. Om bijvoorbeeld een mix te doen van ronde producten en vierkante producten. En dat met één type kobold. Uiteraard is het ook mogelijk om hier andere merken op te doen. En uiteraard kan de Robo Booster ook in verschillende kleuren uitgevoerd worden. Dus denk aan rood, blauw, net de kleur van het bedrijf of de kleur van de kobold. Nou, in dit geval de kobold schuift de la zelf opzij, want hij is klaar met zijn bewerking en dan gaat hij door naar lade 2. Dit was de Robo Booster 4000. De 4000 staat voor de 4 lades voor de oplettende kijker. Dan gaan we door naar de volgende applicatie. Dat is de Pallet Booster. Een unit die veel gebruikt wordt in de logistiek. En zeker de afgelopen tijd is daar een enorme vraag naar om te palletiseren. En eigenlijk zeer flexibel te palletiseren. We hebben hier eigenlijk 2 uitvoeringen. Eentje met een Dozan 1013 en eentje met een UR10. En eigenlijk hebben wij 2 typen Pallet Boosters. We hebben 1 basisversie. Dus zoals u ziet, weinig toeters en bellen. Geen automatische lift erin. Niet uitgevoerd met sensoren. En we hebben eigenlijk de uitgebreide versie. Voorzien van een safety scanner. Een liftkit, zodat je naar hele grote hoogte kan. Er zit wat visualisatie in. Sensoren zitten erin. Dus er is vanaf, je kan instappen vanaf een laag en simpel unit. En daarin verder uitwerken. We gaan nou eens eventjes laten samenwerken met elkaar. Yes. Zoals u ziet is de basis is gewoon simpel pick and place zonder de lift te gebruiken. En u ziet gelijk al bij de uitgebreide versie dat er een lampje gaat branden, zodat die operationeel is. En uiteraard kunnen we dit met verschillende kleuren nog inzichtelijk maken voor bijvoorbeeld veiligheid of als de lift in werking is of dat soort dingen om hem nog meer veiliger te maken.
Nou, ze helpen elkaar. Twee merken kunnen goed met elkaar samenwerken. Op de UR10 zit in dit geval een OnRobot VG10 grijper. Dus een grijper met een ingebouwde pomp. En met die ingebouwde pomp heb je dus geen externe lucht toevoer nodig. Wat bij deze doos dan wel gebruikt wordt. Uiteraard is het voor allebei de types te gebruiken. En dan denkt u nou van nou, die pallet booster is wel mooi, maar mijn robot staat er nog niet op. We kunnen met heel veel verschillende merken dit combineren. Dus als u een ander merk heeft of een ander type, dan kan dat altijd geconfigureerd worden. De armen staan in connectie met elkaar door een lopende band die ze elkaar toevoegt. En zoals u ziet, hier staan toevallig de witte doosjes, maar we kunnen ook de kartonnen doosjes doen of eventueel emmers of andere of zakken. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om te gebruiken. We hebben hier voor de UR hebben we ook een eigen UR-cap gemaakt. Dus het is voor de gebruiker heel eenvoudig om de robot te programmeren. En door middel van de maat in te geven van je product kan de robot zelf het ideale staalpatroon bedenken. En dan kan er ook nog aangegeven worden van oké, heb ik nou een euro pallet zoals we nu gebruiken. Of een blok pallet of wellicht een chap pallet. Het maakt eigenlijk niet uit. Hij is voor alles inzetbaar. En zoals u ziet, door middel van de safety scanner, om even daar iets meer op toe te lichten, is dat op het moment dat ik in een gebied kom, dan gaat hij ook langzamer werken. Dus ook voor veiligheid, als mensen bijvoorbeeld pallets moeten wisselen en de robot daar zich moet aanpassen, kan door middel van die safety scanner kan die weer rustiger gaan werken. Zijn er ondertussen wellicht al vragen over de chat gekomen? Nog niet? Stel ze gerust en als u zegt van nou, de vraag kan ik nu nog niet bedenken, maar wellicht later wel. We zijn altijd telefonisch en via e-mail te bereiken, dus dat staat ook onderin het balkje staan onze contactgegevens. Nou, dit waren eigenlijk de Pallet Boosters 2000. En waarom weer voor de oplettende kijker de 2000? Omdat er twee pallets liggen natuurlijk. Nou, dan gaan we door naar ons nieuwe product eigenlijk toch wel. Ja, we dachten dat dit het nieuwste product zou zijn tot ongeveer 2 maanden geleden. Toen is er één bijgekomen. De Box Booster. In dit geval om dozen te vouwen. Verschillende type dozen. En op te zetten zodat eigenlijk dit in combinatie gebruikt kan worden met de pallet booster. Hier wordt gebruik gemaakt van een Hanwha HCR5. Dus een 5 kilo kobold met een reach van 915. En daardoor kan het ideaal voor dit soort type dozen. De robot gaat naar beneden door middel van zijn klaparm. Zorgt hij dat hij in zijn vorm komt. En daardoor door middel van de glijbaan wordt die helemaal goed gevouwen. Maar daarna gaat hij over de ingebouwde taper. En kan ik hem dus als gebruiker gaan vullen. Of vullen en door de taper naar mijn palletizer. Dus hij is aan de onderkant getaped. En uiteraard kunnen we hem door middel van een boventaper, als die gevuld is, doorgeven aan de pallet booster en je hebt een complete automatisering op logistiek gebied. Ook voor dit type zijn natuurlijk is de mogelijkheid voor verschillende robots. En welk type u maar wil kan erop. En als u zegt van nou, ik wil geen taper erin of ik wil het liefst dat hij in het rood is uitgevoerd, kunnen we uiteraard helemaal naar wens invullen. Dit waren eigenlijk de applicaties live. En dan gaan we nu nog naar een aantal applicaties van de video. En dat zullen 2 applicaties zijn. Eentje is de robobooster bij een klant in werking. En de andere is een desinfectiebooster voor winkelwagens, die nu gebruikt wordt in de coronatijd om winkelwagens te desinfecteren. En die staat bij de LHS in België. Dus we gaan nu over naar de filmpjes. Wat we hier zien is een filmpje van Donk. Waar de
RoboBooster gebruikt wordt voor het beladen van plaatjes. De RoboBooster is hier een verbreden versie, zodat er iets meer producten op kunnen en twee producten samen kwijt kunnen om het gewenste resultaat te krijgen. Nou, Donk is een goed voorbeeld waar je ziet dat hij echt zeer productief is. En ook zeker omdat hij bijvoorbeeld om 5 uur nog even volgeladen wordt. En daarna nog een hele shift kan doen voor 4 gevulde laders. En daar dus 's ochtends al verder is dan dat ze weg zijn gegaan. Dan gaan we nu door naar de desinfectiebooster. Bij Delhaize, vanwege het coronavirus, hebben we gekeken van nou, hoe kunnen wij hier nou wat aan toevoegen. En daar hebben wij de desinfectiebooster voor bedacht. Een cobot, een HCR5 in dit geval, die door middel van desinfectiemiddel de winkelwagens reinigt. En waardoor mensen gewoon met een schone kar de winkel in kunnen. En dit is natuurlijk uit te breiden met of meerdere karretjes in een rij of twee kanten vullen. Het maakt niet zoveel uit. Eventueel kunnen zelfs de handen van de medewerkers ook gedaan worden. Dan hebben we ook nog voor de oplettende kijkers hebben we een oplossing bedacht voor in de horeca. Een filmpje die de afgelopen weken heel veel gedeeld is en ook te zien op onze YouTube-pagina. En daarin gaan we eigenlijk het bedienen met de meer doen voor aan tafels. Of een meer met een cobot om te serveren. En ook hebben we daar laten zien met een dozan om achter de bar als een soort van barman drinken aan te geven. Dus zeker in de horeca, waar we met de 1,5 meter samenleving gelukkig vanaf maandag weer van de horeca mogen genieten. Is dit een leuke en ideale oplossing. Dus dat is een nieuw type die wij verder gaan doorontwikkelen. En zeker ook graag van eventuele input naar een hoger plan willen tillen voor als daar wens naar is. En dat is een leuke nieuwe toevoeging. Dus dat soort filmpjes komen allemaal op YouTube voorbij. Dus vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal natuurlijk. Want dan blijf je bij over de nieuwe ontwikkelingen. Ik zag iets voorbij komen in mijn scherm van mijn collega. Uiteraard, we hebben hier nu een drietal boosters laten zien, live, en een viertal ongeveer via video's. Heeft u nou een bepaalde booster die u uitgewerkt wil hebben? Dus misschien iets voor het afbramen of wellicht, ik hoorde gisteren iemand die zei, kan je ook zo'n meer uitvoeren met een tap erop om een soort van tap booster te krijgen? Dus we zijn daarin heel creatief en we willen daar ook heel graag creatief in meedenken. We hoorden net ook al iemand die een caddy uit elkaar kan halen, booster of zo. Dat is ook iets wat we wellicht kunnen gebruiken. Dus we zijn op zoek naar nieuwe inspiraties en nieuwe ideeën. Zodat we ons wat we leuk vinden doorontwikkelen en ontwikkelen van nieuwe applicaties. Ook aan jullie te kunnen laten zien en verkopen. Nou, als er voor de rest tot nu toe niet zoveel vragen zijn, dan zal ik jullie nog even informeren. We gaan... Over 2 weken zal mijn collega Viniet, Vision Expert bij ons, alles gaan vertellen over vision systemen. Dus daar komt 3D in naar voren, daar komt 2D in naar voren. Let wel, deze is in het Engels. Dus voor de Nederlandse kijkers, ik wil graag jullie ondersteunen voor Nederlands commentaar. Maar de rest zal door Viniet in het Engels gedaan worden. En dan de robots werken rustig door. Hij heeft zijn pallet... Zijn pallet klaar. Dus ik zeg bedankt voor elkaar voor vandaag. En voor vragen mail of bel ons gerust.